Patiënten uit het binnenland worden nog steeds geweigerd door de medische zending. Dit tegen de verzekering van de minister van Volksgezondheid in dat de zorg in het binnenland genormaliseerd is. Dit zegt de BEP-parlementariër Celsius Waterberg. Hij sprak gisteren in DNA tijdens de algemene politieke beschouwingen. Waterberg had eerder in DNA reeds de aandacht gevraagd voor de medische zorg in het binnenland. Hij noemde daarbij gevallen waarbij twee zwangeren door complicaties kwamen te overlijden, omdat de medische zending weigerde hen zonder betaling vooraf of verzekering te helpen. Volgens Waterberg is sindsdien niets veranderd aan de houding van de medische zending. Nu worden zelfs ernstige zieke mensen geweigerd als ze niet verzekerd zijn, weet de BEP-fractieleider. Via u, voorzitter, wil ik de regering vragen als de medische zorg in het binnenland gegarandeerd is. En als het verantwoord is de zorg in handen van particulieren te laten, waar winstbejag zeer waarschijnlijk hun belangrijkste drijfveer is binnen hun dienstverlening. Voorzitter, over de even zo belangrijke sociale sector het volgende. We juichen de stap van de regering om dit jaar een groep van 48 bevoegde leerkrachten te sturen naar het binnenland om de kansen van deze kinderen op kwalitatief goed onderwijs te vergroten. Wel merken we dat er nog een grote uitdaging is voor de regering om de spreiding van het aantal leslokalen naar kinderrijke gebieden in stad, district en binnenland op peil te houden, waardoor het nog steeds voorkomt dat kinderen vooral in het binnenland ver van hun huis ingeschreven moeten worden, wat natuurlijk van invloed kan zijn op de schoolbezoeken en of leerprestatie. ABO-parlementariër Marinus B. wilde van de regering weten of het IMF-plan inderdaad een Surinaams plan is, zoals wordt gesteld door de regering. Hij voegde daarbij aan toe dat indien dat zo is, waarom president Bouterse het IMF als koud en berekenend bestempelde. Door de vele door het IMF voorgestelde verhogingen kunnen velen het hoofd niet meer boven water houden, stelt het assembleelid. Daarom geeft hij aan dat er een andere aanpak nodig is om uit de economische malaise te geraken. En wij gaan voor een nationale aanpak, waarbij zoveel mogelijk actoren betrokken worden, zodat wij minder afhankelijk worden van het IMF en vooral een coherent plan van aanpak komt, zowel wat betreft noodzakelijke hervorming als wat betreft het sociaal beleid van de regering. Dat is onze lijn. We hebben geluisterd naar de heer Ramon Tarsin, voorzitter van VES. Hij heeft gesteld dat onze overheidsstaatsapparaat zorgen baart. In de huidige aanpak van de regering en IMF, die gebaseerd is op keiharde verhoging van de lasten en het in diepe ellende storten van vooral de arme Surinamers, is geen enkel plan te kennen hoe ons helaas in veel opzichten inefficiënte en dure staatsapparaat kan worden hervormd. ABOP-parlementariër Marinus B. Hij sprak gisteren in DNA tijdens de algemene politieke beschouwingen die de voorloper zijn op de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2017.